Ricardo Kip, ja, de laatste oefenwedstrijd. En jij speelt eindelijk weer eens 90 minuten. Dat moet een goed gevoel geven. Eindelijk. Vorige week nog niet. AZ heb ik ook eerlijk gespeeld. Oké, okay, die was ik eventjes vergeten. Maar het moet een goed gevoel zijn om nu weer eens 90 minuten in het Cambuur-shirt te spelen. Na zo'n lange blessure en nu na die voorbereiding. Geeft het vertrouwen, denk ik? Ja, sowieso geeft deze wedstrijd aan ons allemaal vertrouwen. Aan mij persoonlijk, omdat ik een goal en assist geef, sowieso extra natuurlijk. Maar aangezien we 3 wedstrijden achter elkaar verloren hebben, is deze overwinning extra lekker. In verband met de competitie volgende week natuurlijk. Ik denk als je deze verliest of slecht voetballend afsluit, dan ga je met een moeilijkere instelling naar Ajax. Ja, want jij geeft een goal en een assist. Dat moet voor jou lekker zijn na zo'n verloren seizoen als vorig jaar. Ja, of het nou een verloren seizoen of niet is, dat is ten alle tijde lekker. Ook al heb je de weken daarvoor 10 goals gemaakt. Het is ten alle tijde lekker als je een goal en assist maakt. De laatste weken creëren jullie weinig. Vandaag gaat het een stuk beter. De trainer had er vorige week ook over inhoud kweken tegen die Eredivisie ploegen. Zag je dat vandaag een beetje terug? Ik heb het heel aan het einde als we nog een beetje kapot waren. Tenminste, zo leek het. Ja, we raakten alle ballen verkeerd en ze kwamen er aardig uit, zeg maar. Ja, niet dat we kansen weggegeven hebben, maar we hadden het wel nog even lastig aan het einde. Maar uiteindelijk trekken we hem meer dan terecht over de streep, denk ik. Ja, want wat zijn jouw verwachtingen dan van dit seizoen? Ja, gewoon, we moeten gewoon bovenin meedraaien. Dat moet. Ik denk dat het Cambuur verplicht is ook. En ik vind gewoon dat Cambuur in de Eredivisie thuis hoort. Als je de supporters ziet en met het oog op het nieuwe stadion natuurlijk, denk ik dat ze daar gewoon sowieso thuis horen. Dus het doel moet de promotie zijn voor dit seizoen? Ja, maakt niet uit hoe, het liefst kampioenschap, maar promotie is de doelstelling, ja. En dan moeten de punten aan het begin gepakt worden en dat programma lijkt niet al te makkelijk. Ja, maar maakt niet uit of je ze nou allemaal aan het begin hebt of aan het einde. Je moet ze ten alle tijde verslaan, wil je kampioen worden of promoveren natuurlijk. Ja, want staat Cambuur er goed voor die wedstrijd volgende week tegen Jong Ajax in eigen huis? Ja, we staan sowieso thuiswedstrijden staan we er goed voor, denk ik. Tuurlijk, Jong Ajax is altijd een moeilijke tegenstander. Je weet ook nooit met wat voor selecties ze komen. Maar wij moeten thuis die wedstrijd gewoon ook over de streep trekken. Want vorig jaar wonnen zij 2 keer van jullie, dus er moet ook een stukje rivals nog bij zitten, denk ik. Ja, tuurlijk, maar ik denk ook dat er nu weer andere spelers gaan spelen vergeleken met vorig jaar. Ik denk dat er een paar naar het eerste doorgeschoven zijn. En, dus we zullen het meemaken. Ja, je weet nooit wat voor teams komen.